Welkom bij weer een nieuwe video. Vandaag wil ik een beetje een snelle art journal pagina gaan maken en die ga ik maken in mijn Jumpstart Journal van Dilutions. Nou, wat is een Jumpstart Journal? Een Jumpstart Journal is een grote journal van Dilutions. Dat is de journal met de balletjes aan de voorzijde en de streepjes op de rug van het boek. Er zit mixed media papier in en daar kun je dus eigenlijk van alles mee doen wat jij leuk vindt. Nou, alle rechterzijdes die zijn gemaakt door Diane. Dat is bedrukt, maar het is bedrukt op het mixed media papier. Dus dit is echt kwalitatief goed papier wat hierin zit. De linkerzijdes die zijn allemaal blank, dus daar kun jij gewoon op doen wat jij wil. Je kunt hier sprays in gebruiken, je kunt hier verf in gebruiken. Nou, eigenlijk wat jij maar wil, kun je hier op dit papier kun je ermee doen. Nou, sommige pagina's heb ik al gemaakt. Dit was ook een kant-en-klare pagina. Die hebben we gemaakt tijdens een workshop van Diane. Diane die geeft ook online workshops. Daar kun jij linkjes voor kopen via Etsy. Nou, ik heb er een aantal gedaan. Ontzettend leuk. Nou, dit was er zo'n eentje. Die hebben we toen gemaakt. Dit was een kant-en-klare pagina. Hebben we een frame uitgesneden. En deze pagina hebben we wel zelf gemaakt. Maar deze was dus ook al bijna klaar. Nou, dat ga ik vandaag dus ook doen. Ik heb een mooie pagina uitgezocht waar ik op ga werken. En hij is eigenlijk vrij snel klaar, omdat de achtergrond dus al helemaal klaar is. Daar heb ik dus niets aan gedaan. Die zit kant en klaar in de Jumpstart Journal. Kun je dus heel snel mee beginnen. Nou, ik ga gewoon laten zien wat ik ga doen. Ik ga jullie meenemen en ja, het wordt dus een vrij snelle pagina. Dit is de pagina die ik heb uitgezocht. Ik vind hem heel leuk en ik ga hem gewoon verder bewerken. Nou, waar ga ik mee beginnen? Ik ga beginnen om er een kader omheen te maken. Iets wat ik altijd doe bij een art journal pagina. Ik maak er een kader omheen, zodat dit een pagina op zich wordt. Dan maakt het ook niet uit wat ik op deze pagina ga doen. Kan ik daar iets heel anders op gaan doen en heb je gewoon twee aparte pagina's die los van elkaar staan. Ik wil niet dat dit samen één pagina gaan worden. Dus vandaar dat ik ga beginnen met een kader en omheen te gaan maken. Nou, dat kader dat ga ik maken met mijn journalblok. En dit is een Dilutions journalblok. Er staan allemaal hulplijntjes op die je kunt gebruiken. Dit is de nieuwe versie van het blok. Er is ook een oude versie nog. Is niet meer te koop, maar op die oude versie daar staan die hulplijntjes niet. En dit zijn allemaal gaatjes die erin gestand zijn. Daar kun je door doodelen. Nou, die heeft dat oude journalblok ook niet. Nou, je kunt ook een zelfgemaakt journalblok gebruiken. Paola die deed dat, die had een stans die ongeveer die curve had van het journalblok. Nou, die heeft ze gestand van dit karton. En ze gebruikt dat karton dus nu als journalblok. Nou, ik wil die gebogen lijn gaan gebruiken. Daar wil ik een kader mee gaan tekenen. En dat ga ik dus doen met het journalblok. Nou, als ik het journalblok hier op mijn papier leg. Je ziet dat dit niet helemaal overeenkomt. Ik heb hier een stukje over. Ik heb daar een stukje over. Nou, ik ga wel eerst beginnen met de lange zijdes. Ik ga een zwarte Posca marker gebruiken. Daar ga ik de lijnen mee tekenen. Ik ga ongeveer een centimeter van de kant af. Daar ga ik mijn eerste lijn maken. Dus ik zorg dat ik mijn blok een beetje gecentreerd heb. En ik teken langs het journalblok. Ik draai hem om. Ik zorg er altijd voor dat ik Dilutions goed kan lezen. Dan weet ik dat ik mijn journalblok altijd dezelfde kant op heb. De journalblok is namelijk niet helemaal symmetrisch. Het is handgetekend en de vorm die wijkt af. Dus het is wel van belang dat jij dan altijd de juiste kant gebruikt. Nou, ik ga aan de andere lange zijde ga ik het blok ongeveer op dezelfde manier neerleggen. Ook een centimeter ongeveer van de kant af. En ook hier ga ik weer langs het blok heen tekenen. Ik ga nu de korte kanten doen. Ik ga het blok weer centreren. Ik zorg dat ik ongeveer een centimeter van de kant af kom.
Wat je nu kunt doen, is dat je die lijntjes aan elkaar gaat verbinden. Dat doe ik gewoon op het oog. Ik ga gewoon de lijntjes met elkaar verbinden. Nou, dat ga ik ook aan de onderzijde doen. Ik vind het dan gemakkelijker om mijn journal even te draaien. En dat is ook gelijk de reden waarom ik eigenlijk niet zo heel graag in een journal werk. Ik werk meestal op losse bladen. Jullie kennen mijn Discbound Journal. Nou, dat is toch wel mijn favoriete manier om te werken in een journal. Losse bladen papier. Dan zit ik niet met die naad in het midden. Ik zit niet met die hoogteverschillen. En ik heb altijd een vlak stuk papier waar ik op werk. Nou, ook die onderzijdes, die heb ik met elkaar verbonden. Nu ga ik nog een heel dun kaderlijntje erbij maken. Ongeveer een, nou ja, wat zal het zijn, een halve centimeter. Ik zorg er dus voor dat ik mijn dilutions nog steeds kan lezen. En ik ga gewoon een nieuw lijntje hier binnenin tekenen. Dus een halve centimeter ongeveer. Vanaf de lijn die we eerder hebben getekend. Ik meet dat nooit uit. Ik doe dat eigenlijk gewoon op het oog. Ik vind het ook niet erg als het ene lijntje straks iets breder is dan het andere. Nou, je ziet, ik draai elke keer mijn boek om er maar voor te zorgen dat ik mijn papier zo gunstig mogelijk heb liggen voor mij. Nou, ook hier, ik doe het op het oog. Ik zorg dat ik ongeveer een halve centimeter van de kant af blijf. En de lijntjes ga ik weer met elkaar verbinden. Het journalblok is net niet lang genoeg om zo'n kader te tekenen in die grote journal, maar dat geeft helemaal niks. Dus ook hier ongeveer een halve centimeter. En de lijntjes weer met elkaar verbinden. Ik zie nu al dat dit lijntje breder is dan dat lijntje. Die is zelfs ook nog weer iets breder. Ik vind het niet erg. Ik ga daar niet te veel op zitten kijken. Ik vind het niet erg. Komt allemaal wel. Nou, wat wil ik nog gaan doen? Ik wil hier een soort zwart-wit patroon in gaan maken. Ik ga dus streepjes inzetten. En ik ga om en om ga ik een blokje zwart inkleuren. En dit doe ik ook op gevoel. Ik meet helemaal niets uit. Ik kijk gewoon hoe ik uitkom. Het enige waar ik nu wel naar ga kijken. Ik kom hier uit op een wit blokje. Dus waar geen kleur zit, waar geen zwart zit. Daar kom ik op uit. Dan wil ik dat hier ook. Dus ik ga hier alvast een lijntje tekenen. Ik wil dat dit blokje straks ook wit blijft. Dat is het enige waar ik rekening mee ga houden. En hoe dichter ik hierbij kom, des te beter dat ik daar gewoon zicht op heb. Eigenlijk gaat dat op een gegeven moment wel vanzelf, als je dat heel vaak doet. Ik ga straks die ruimte gewoon een beetje verdelen. Dus ik ga gewoon even door. Ik zet een aantal blokjes. Ze hoeven niet allemaal even breed nogmaals. Ik meet helemaal niets uit. Ik zet een aantal streepjes. En dan begin ik met kleuren. Dus om en om ga ik ze inkleuren. Het kan zijn dat ik deze blokjes die nu nog roze en paars zijn, dat ik ze straks nog wit ga maken met een witte Posca marker. Maar dat is iets wat ik eigenlijk op het eind bekijk als ik het hele kader heb gemaakt. Als ik wat verder ben met mijn pagina, dan ga ik dat even allemaal bekijken. Dus ik ga nu de blokjes even zwart maken, om en om. Dus ik werk in etappes. En ik neem hier gewoon mijn tijd voor. Dit is echt niet moeilijk.
Het journalblok gebruik je om die mooie golvende lijn te krijgen. En op deze manier teken je gewoon een heel simpel kader om jouw pagina heen. En dit kader zorgt er dan weer voor dat jouw pagina op zichzelf komt te staan. Dus dat dit één pagina wordt. En dan maakt het echt niet meer uit wat je nu op de andere kant straks doet. Nou, ik ga dit even helemaal rondom doen. Ik zorg er dus voor dat de hoekjes, die ga ik alvast tekenen, dat die wit blijven. En daartussenin ga ik de ruimtes gewoon verdelen, dat ik daar zwarte blokjes tussen krijg. Dus ik kan straks hier wel een beetje de inschatting maken. En dan maak ik het blokje iets groter of iets kleiner om gewoon goed uit te komen. Ik ga helemaal rondomheen. Als ik dat klaar heb, kom ik bij jullie terug. Nou, je ziet, het kader is klaar. Je ziet gelijk dat het niet super strak en super netjes is. De blokjes zijn niet allemaal even groot. De lijntjes zijn niet even breed, maar het maakt mij niets uit. Dat heet het loslaten. Je moet dat hele perfecte, moet je soms leren om los te laten. Dat is iets wat ik echt geleerd heb tijdens die workshops van Diane Rievli. Ik was ook veel te precies, veel te netjes, maar dat hoeft helemaal niet. Je ziet het niet terug. Jij bent degene die het ziet, maar een ander ziet dat vaak helemaal niet terug. Nou, ik laat de blokjes voor nu nog even ongekleurd en zwart. Kan zijn dat ik straks helemaal aan het einde de blokjes nog wit ga maken die dan nog zichtbaar zijn. Sommige blokjes zullen namelijk zometeen weggevallen en vind ik niet erg. Maar ik twijfel gewoon nu nog, moet ik ze wit gaan maken, moet ik ze ongekleurd gaan laten? Ik weet het nog niet. Dat kan ik altijd later nog doen. Dus het kader, dat moet ik vast tekenen, want dat zal straks gedeeltelijk weg gaan vallen. Ik ga namelijk een collage gebruiken. Ik heb hier een uitgeknipt lichaam. Dit zijn de collage sheets van Dilutions. Ze heeft nu 2 sets op de markt. Ik heb gehoord dat er nog meer gaan komen. Ik vind het super gaaf. Ik vind ze heel leuk. Ik heb ze allemaal uitgeknipt. Volgens mij komt deze uit set 1. Deze weet ik eigenlijk niet. Ik heb set 1 en set 2 heb ik helemaal uitgeknipt allemaal. Ik heb ze in een schoenendoos bewaard. Hier zitten de grote spullen. Ik heb hier ook nog in het deksel. Hier zitten alle kleine delen. Dus die heb ik een beetje verdeeld. Groot en klein. Wat ik dus in mijn creatieve dagboekjes kan gebruiken. En wat ik echt in mijn journal moet gebruiken. Omdat die gewoon te groot zijn. Nou, ik heb deze uitgezocht. Die wil ik vandaag gaan gebruiken. Nou, hoe ga je te werk? Je legt het uit zoals jij het wil hebben. En dan moet je altijd zorgen het deel wat onder komt te liggen, dat moet je als eerstes gaan lijmen. Meestal laat ik wat bovenop komt, dat laat ik gewoon liggen. Het onderste gedeelte, dat komt onderop. Nou, dat ga ik even lijmen. Ik gebruik daar een lijmstift voor. Gebruik een lijmstift die van goede kwaliteit is. En ik koop deze bij de Action. Deze is van de Bison. Dit is een hele goede lijmstift. Je hebt ook de echte Prit, is ook een prima lijmstift. Maar je hebt ook andere lijmstiften bij de Action. Nou, die moet je echt niet gaan kopen. Dat zijn gewoon geen goede. Nou heb ik onlangs ook een ander merk lijmstift. Die heb ik beneden liggen. Ik ga er wel even een linkje naar plaatsen onderin de beschrijving van deze video. Die kun je kopen bij Hobbyshop Online. Heb ik hem ook gekocht en dat is ook een goeie. Maar er zijn dus echt lijmstiften op de markt die lijmen voor het eerste wel redelijk. Maar na verloop van tijd laat het gewoon weer los. Nou, dat moet je niet hebben. Deze van de Bison doet dat niet. Ik gebruik deze al heel lang en er is mij nog nooit wat losgegaan in een boekje. Dus ik gebruik een lijmstift omdat dit gewoon wat gemakkelijker is. Je kunt ook een gel medium gebruiken om hiermee te lijmen. Maar ja, ik vind dit prima genoeg. Ik ben niet echt met mixed media bezig. Dus dit is prima genoeg. Een lijmstift, dat doet hem voor dit, doet hem dat ook wel. Dus ik lijm hem gewoon even goed in. Ik zorg dat ik overal goed wat lijm heb. Ik werk ook op mijn kraftmat. Dat kan ik namelijk heel gemakkelijk weer schoonmaken.
Mijn poppetje. Ik zorg dat hij komt te staan op het kader. Ik zet hem er een klein stukje overheen. Dan grond jij jouw afbeelding. Zou jij jouw plaatje, terwijl ik hem even goed vastdruk, zou je hem in het midden van je pagina doen, dan zweeft het poppetje. En dat is gewoon een heel raar gezicht. Dus dit is een poppetje. En of je nou een poppetje, een poes of nou ja, net hetzelfde wat. Het is gewoon mooier om dat een grond te geven waar ze op staan. Dus daarom heb ik ook dit kader getekend. Ook om het een pagina op zich te maken. Maar ook zodat ik een grond heb voor mijn poppetje om op te staan. Nou, dit zit vast. Ik ga gauw even het hoofd nog even voorzien van lijm. Dus ik ga gewoon een beetje overheen. Ik maak mijn krafmat zometeen wel weer schoon. Nou, hier zit een nekje. Ik zorg ervoor dat ik niet te ver naar beneden ga. Bovenaan steekt hij nou iets uit. Dat ga ik straks nog even bijknippen. Ik zorg er eerst voor dat mijn afbeelding goed erop op zit. Dus ik druk het nog even goed stevig aan. Je kunt de pagina nog even omdraaien en aan de achterzijde nog even goed gaan wrijven, zodat het goed vast zit. Nou, nu is het echt even een kwestie van je mat schoonmaken. Ik doe dat toch het liefst gewoon even met een babydoekje. Alle lijmrestjes die wrijf je eigenlijk al weg. Even met een keukendoekje wat ik hier nog heb liggen. Even droog maken. Kan er niets meer mee gebeuren. Ik heb mijn tekst ook al uitgezocht. Ik heb dit al van tevoren uitgezocht. En je ziet eigenlijk al waar ik naartoe ga. Het is vandaag vrijdag 2 oktober hebben we nu. De mondkapjes zijn dringend advies om in winkels en openbare gebouwen om daar een mondkapje te dragen. En dat geldt nu voor heel Nederland. Nu was dat in Duitsland al. Nu was dat in België al. Eigenlijk in alle omringende landen was dat al, behalve hier in Nederland. Het is nog steeds niet verplicht. Maar nou ja, voor mij mogen ze daar rustig een verplichting op geven. En ik moet daar ook mijn frustratie in kwijt. Vandaar dat ik deze pagina ga maken. En ik ga hier de tekst zometeen plakken. En ik ga hier nog wat onder schrijven. En dan is mijn pagina eigenlijk klaar. Wat ik nu eerst even ga doen, is met mijn zwarte Posca-marker ga ik hier even rondom de afbeelding heen. En dat doe ik zo netjes mogelijk. Maar, en daar ging ik eigenlijk al. Het gaat mij altijd wel 1 of 2 keer. Tweede keer, dan gaat het mij mis. Kom ik op het plaatje. Je kunt dat nog wegvegen als je dat gelijk even met een vochtige vinger wegwrijft. Kun je dat nog wegwrijven? Ik laat het meestal zo. Ik doe het dus zo netjes mogelijk. En ga ik over het papier. En echt waar, dat lukt mij elke keer weer. Ik heb geen enkele pagina waar ik een collage sheet heb gebruikt van Diane. Of andere plaatjes. Ik gebruik ook veel die boekjes van Art by Marleen. Van Studio Light. Die gebruik ik ook heel veel, die plaatjes. Vind ik ontzettend leuk om te gebruiken. Daar ga ik ook langs heen met een zwarte Posca-marker. Maar eigenlijk altijd gaat het mij mis. En ga ik over het plaatje heen. Maar nogmaals, laat los. Maak je daar niet druk over. Er zijn andere dingen waar je druk over moet maken. En we zitten met z'n allen in een hele rare periode, al heel lang. En we zijn er ook nog lang niet. En ik denk ook dat er nog veel meer gaat komen. En dan ben ik maar blij dat ik een hobby heb waar ik fijn bij thuis kan zitten, die ik in mijn eigen omgeving kan doen. En die ik dus kan doen wanneer ik wil. En dan ben ik blij dat er nog online hobbywinkels zijn waar jij jouw spulletjes kunt bestellen.
En zo kan ik altijd aan mijn hobby blijven. Want dit is hobby voor mij. Dit is een manier van leven voor mij geworden. Ik kan hier mijn gedachten in kwijt. En dat is voor mij gewoon super belangrijk. Nou, ik ben er even omheen gegaan met een zwarte Posca-marker. Dat doe ik om het plaatje iets van de pagina los te halen. Een soort van schaduw erachter te maken. Je kunt dat ook doen met een stabiele oppotlood. Dat doe ik heel vaak als ik mixed media projecten maak. Dan ga ik er met mijn zwarte Posca-marker omheen. Dan vervaag ik dat. Ben ik zoals hier in Dilution-stijl met een art journal bezig. Dan gebruik ik mijn zwarte Posca-marker. Ga ik daarmee om... in dit geval het plaatje heen, om het poppetje heen. Maar ik ga straks hetzelfde met de tekst doen. Ik heb hier de tekst en die ga ik nu plakken op de manier waar ik hem wil hebben. Nou, ik ga een tekst gebruiken en die komt uit de Bicker Backchat stickervelletjes van Dilutions. Deze is set 1. Deze tekst die ik nu heb gebruikt, die komt uit set 2... En je kunt ze ook in het zwart. Dit zijn de witte teksten met zwarte letters. Je hebt ook de zwarte stickers met de witte teksten. En ja, ene keer gebruik ik een witte, andere keer gebruik ik een zwarte. Ik ga vandaag de witte gebruiken. De teksten moet je altijd even goed lezen. Ze gaan in één stuk door. Dus er zit geen begin en eind aan. En... deze toevallig wel. Dit zijn de onderste twee regels van zo'n stickervel. Dus deze twee hebben toevallig wel twee regels. Hiervoor zitten geen woorden meer die er niet bij horen. Dit is één geheel. Nou, je kunt dat erop gaan plakken als één geheel. Ik ga meestal de woorden wat losknippen. En de ene keer knip ik alle woorden los. En nu ga ik stukjes losknippen. En die stukjes, die plak ik ook niet netjes op. Ik ga ze niet netjes centreren. Ik ga de een wat schuine plakken, wat scheve plakken. Ik ga daar eigenlijk mee spelen. Ik knip hier even wat stukjes weg. Ik vind het vrij breed aan die kant. Dus dan knip ik daar gewoon een stukje van weg. Daar en die komt daar. Je ziet, ik heb niet echt gekeken of ze helemaal recht liggen. Hoeft van mij ook niet. Als ze liggen zoals ik ze wil hebben, druk ik ze even stevig vast. Heb je dat nog niet gedaan, kun je ze nog een beetje verplaatsen. Nou, wat ik nu even doe, ik wil hier toch een soort van kadertje omheen gaan maken. Ik leg hem even schuin, want dat werkt voor mij wat makkelijker. Ik pak mijn zwarte Posca-marker en ik ga hier een slordig kadertje omheen tekenen. Dus ik ga hier niet helemaal strak langs de lijntjes heen, maar ik ga gewoon een slordig kadertje maken. Hoeft allemaal niet zo netjes. En waarom doe ik dat op deze manier? Zou ik daar heel strak langs heen gaan en ik ga per ongeluk scheef, iets wat ik hier dus bijvoorbeeld heb gedaan, dan zie je dat bij zo'n tekstickertje gelijk. Dus vandaag ga ik daar sowieso altijd heel slordig omheen. En dan valt het niet meer op dat je er misschien per ongeluk iets schever langsheen bent gegaan dan eigenlijk de bedoeling was. Niemand ziet het meer en het hoort gewoon zo. Jij hebt het op die manier zo bedoeld en dan valt het gewoon echt niet meer op. Dus denk daar niet te veel over na. Ga gewoon op een hele losse manier... die kaders eromheen tekenen. Ik pak even mijn schaartje erbij. Ik knip even het bovenste gedeelte van het plaatje knip ik even weg. Die gooi ik weg. Daar zie je niets meer van. Het valt niet op dat het wegvalt aan de bovenkant. Daar zie je niets meer van. Nou, wat ik hier nog wil gaan doen, ik wil hier zelf nog iets gaan schrijven. En... dat gaan we nu doen. Nou, ik heb mijn kleine lineaaltje erbij gepakt. Dit is gewoon een lineaaltje 20 centimeter. Dit is toevallig een hele oude al van Marianne de Seine. Ik heb hem altijd bij me liggen. Maar gewoon een klein lineaaltje. Altijd handig om bij de hand te hebben. Ik heb hier een gewoon HB potlood. En een witte gum.
En een witte gum is wat ik altijd gebruik. Je hebt van die hele leuke siergummetjes. Nou, ik heb het al zo vaak geroepen. Siergummetjes, de naam zegt het al, die zijn voor de sier. Moet je mooi op je bureau neerleggen en daar kun je naar kijken. Maar gebruik ze niet, daar krijg je lelijke vlekken van. Gebruik gewoon een goedkope witte gum. En dat werkt gewoon het beste als je straks dingetjes weg wil gummen. Nou, ik wil hier nog een tekst onder gaan schrijven. En ik ga gewoon wat lijntjes tekenen. Waar ik de woordjes wil hebben. En je zult het straks wel wat beter zien. Ik wil hier nog onder gaan schrijven, put on that mask. Dus ik ga hier put schrijven en ik ga gewoon eerst in potlood schrijven. Ik weet dat het heel moeilijk te zien is. Ik ga het straks met een Posca-marker overschrijven, dan wordt het allemaal duidelijker. Ik wil verschillende lettertypes gaan gebruiken. Ik wil put, dat wil ik in gewoon lettertype. On. That. En ik heb al wel eens een video gemaakt over hoe ik mijn letters maak. Kijk daar eens naar. En geef daar vervolgens je eigen draai aan. Iedereen heeft weer zijn eigen manier van schrijven. En dit is de mijne geworden. Maar ga gewoon schrijven zoals jij dat prettig vindt. Zoals jij dat mooi vindt. En ga dat ook vooral oefenen. Dit schrijven is net als leren fietsen. Je leert ook niet in één keer fietsen. Je gaat eerst met zijwieltjes en daarna gaan die wieltjes eraf, snap je? Dus fietsen kun je ook niet in één keer. Dat schrijven kun je ook niet in één keer. Zwemmen kun je ook niet in één keer. Moet je ook eerst leren. Nou, zo is dat ook met dit schrijven. En hoe vaker jij dat schrijft, des te gemakkelijker dat het ook gewoon wordt voor jou, des te beter dat je het ook gewoon kunt. En nogmaals, doe dat gewoon op je eigen manier. Ik vind het prettig om het eerst in potlood te doen. Zodat ik zeker weet dat het past. Is het namelijk niet helemaal goed, kan ik het nog aan gaan passen. Nou, ik heb het nu in potlood opgezet. Ik ga het nu in Posca-marker overschrijven. Je ziet, ik heb de woorden weer niet gecentreerd onder elkaar geschreven. Ik ga straks de letters nog wat dikker maken. Maar dat doe ik straks. Ik ga ze eerst in het zwart ga ik de beginlijnen opzetten. En als ik daar tevreden over ben, dan ga ik alle potloodlijnen uitgummen. En als ik alle potloodlijnen uit heb gegumd, dan ga ik de letters nog even helemaal afmaken. Ga ik ze inkleuren met mijn zwarte Posca-marker. Ik maak eigenlijk de lijnen wat netter.
Een Posca-marker droogt vrij snel. Wees wel even voorzichtig met het uitgummen. Soms kan het zijn dat het nog niet helemaal droog is. En nogmaals, gebruik een gewone witte gum. Die laat geen vlekken achter. Heb jij van die mooie gekleurde gummetjes, die kunnen gewoon hele lelijke vlekken achterlaten. Dat moeten we niet hebben. Nou, wat ik nu ga doen, ik ga nogmaals met mijn Posca-marker ga ik over de letters. Ik ga ze wat netter maken, wat strakker maken. En nogmaals, dit is mijn handschrift geworden. Ik heb een video gemaakt waarin ik alle letters laat zien hoe ik ze doe. Maar ga dit oefenen. En doe dat dan vervolgens op je eigen manier. En je zult gewoon merken hoe vaker dat jij dit doet, dan ga je op een gegeven moment ook je eigen stijl ontwikkelen. Nou, deze letters die ga ik ook inkleuren. Ik ga ze gelijk wat strakker maken en ik ga ze inkleuren. En dat doe ik allemaal met mijn Posca-marker. En ik gebruik altijd de PC1MR. Dat is die kleinste Posca-punt. Maar die heeft die fineliner punt. Ik gebruik deze ook om door stencils te tekenen als ik wil gaan doodelen. Want doodelen dat kun je natuurlijk niet alleen op zwart. Dat kun je ook prima op een gekleurde achtergrond. Dan gebruik je een zwarte Posca-marker of een gekleurde Posca-marker. En dan gebruik ik altijd de PC1MR. Je hebt ook een PC1M, maar die heeft een zachte punt. Je ziet, ik ga gewoon de letters inkleuren en ik maak ze gelijk wat strakker. Een Posca-marker droogt altijd mat op. Of jij moet natuurlijk die met de glitter hebben, een metallic, die droogt natuurlijk niet mat op. Maar de gewone gekleurde Posca-markers, die drogen mat op. Er zit een acrylverf in, dus het is ook vrij snel droog. En ze doen het eigenlijk altijd. Ik ben echt groot fan van de Posca-markers. Ik heb ze ook van de Action geprobeerd. Ik had moeite om ze überhaupt al op gang te krijgen. Maar ik had nog meer moeite om ze op gang te houden. Maar ik kan me voorstellen, als jij een klein budget hebt, dan moet je keuzes maken. En dat je dan niet altijd kiest voor een kwalitatief betere marker, maar dat je gewoon voor een wat goedkopere marker gaat. Zeker als je hem niet al te veel gebruikt, kan ik me voorstellen dat je toch gaat kiezen voor die van de Action. En dan is daar ook niets mis mee. Maar ik wil niet weer terug. Ik blijf de Posca-markers gebruiken. En ik moet ook zeggen, ze vliegen er soms ook bij mij doorheen. Vooral de witte, die moet ik toch wel geregeld bestellen. En gelukkig zijn die ook te koop bij de kunstwinkel hier in Oldenzaal. Dus als ik ze heel snel nodig ben, kan ik altijd even naar de stad gaan. En kan ik mijn markers daar kopen. Er zit een kunstwinkel bij ons in Oldenzaal. En die heeft wel heel veel materialen. Maar ze verkopen daar bijvoorbeeld geen stempels. Maar ik kan daar wel mijn papier kopen wat ik graag gebruik. Mijn verf van Amsterdam, dat hebben ze daar ook wel. Maar dilutions verkopen ze daar bijvoorbeeld niet.
Dus ik kan niet alles daar kopen. Maar toch wel heel veel dingen die ik daar kan kopen. En dan koop ik ze daar ook. Want het is toch wel gemakkelijk. Nou, ik zal de tekst van iets dichterbij laten zien. Nou, wat ik nu nog ga doen is dat ik wat highlights ga zetten. En dat ga ik doen met een witte Posca-marker. Nou, mijn witte Posca-marker, dat is natuurlijk ook de PC1MR. En deze heeft ook zo'n fineliner punt, dus een metalen stukje waar de punt in zit. Niet een hele zachte punt. En ik vind dit gewoon de fijnste markers om mee te werken. Zeker, je kunt ermee kleuren. Wat kleinere vlakjes kun je daar prima mee kleuren. Al die blokjes heb ik daar ook mee gekleurd. Maar je kunt er ook heel fijn mee schrijven, mee tekenen. En ik gebruik deze gewoon het liefst. Ik heb ook wel andere markers, wat dikkere markers, zelfs hele dikke markers. Maar om te tekenen en wat ik hier nou aan het doen ben, dan gebruik ik toch het liefst de PC1MR. Nou, je moet ze ten eerste schudden voor gebruik. Ik test hem ook altijd even uit op mijn krafmat. Kan ik gewoon weer wegvegen. Zorg ervoor dat dit goed droog is. Is dit niet goed droog, dan zal de witte Posca-marker nooit wit worden. Dat zal grijs worden. De kleuren zullen een beetje gaan mengen. Dus wacht even tot alles goed droog is. En daarna ga ik aan elke witte kant ga ik een highlight aanbrengen. Dus ga ik een streepje wit aanbrengen. En dat doe ik aan alle linkerzijdes. Of aan de bovenzijde. Dan zal ik hem van dichterbij laten zien. Jouw woord springt er nu net wat meer uit. Het krijgt wat meer body. Je ziet, het is helemaal niet moeilijk om een pagina te maken. Je gebruikt een collage, een plaatje. En ik heb nu de collage van Dilusius gebruikt. Maar misschien heb jij in een tijdschrift wel een heel mooi plaatje gezien. Knip dat gewoon uit. Gebruik dat. Lijm hem op. Lijm hem op met een plakstift, met een pritstift. Ik gebruik deze van de Bison. Maar de echte prit, dat is ook een goede kwaliteit plakstift. Ik zal in de omschrijving nog even een andere plakstift vermelden. Die is ook heel goed. Die heb ik ook uitgeprobeerd. Maar je hebt dus bij de Action bijvoorbeeld ook lijmstiften. En die lijken op het eerste gezicht goed werken. Maar na een dag is alles losgelaten. En kun je alles weer opnieuw vast gaan maken. Kun je dit doen met een tacky-clue? Ik zou het niet doen. Het werkt gewoon het mooiste als je dit met een plakstift doet, met een lijmstift doet, dan is die lijm gewoon wat beter verdeeld. En ga je dit doen met een tacky-clue, dan komt dat er misschien doorheen. Dan zul je die lijntjes van de lijm misschien er doorheen zien. Dit is niet al te dik papier. En zeker als jij een afbeelding gaat gebruiken uit een tijdschrift, dat is nog veel dunner. Gebruik dan echt een lijmstift. Je kunt ook een gel medium gebruiken, wat je aanbrengt met een kwast. Maar ik gebruik het liefst, als ik in mijn journal werk, als ik in mijn creatief dagboekje werk, gebruik ik toch het liefst een gewone plakstift, een gewone lijmstift. En die van de Bison is echt mijn favoriet. Niet zo heel duur, maar er zijn genoeg andere lijmstiften die je ook online kunt kopen die ook goed zijn. Een echte pritstift is ook van goede kwaliteit. Doet het ook altijd, blijft ook goed vastzitten. Maar je hebt dus van die lijmstiften die dat absoluut niet doen. Nou, ik zit nog steeds te twijfelen. Ik laat voor nu de blokjes gewoon zoals ze nu zijn. Het kan best zijn dat ik over een week of 2, 3, als ik weer een keertje blader in mijn art journal pagina, in mijn boeken, om wat inspiratie op te doen, dat het mij toch totaal niet bevalt. Ik heb dat vaker. En dat ik er toch nog mijn witte Posca-marker bij ga pakken, om al die vlakjes die nou nog roze en paars zijn, om ze toch wit te maken, zodat het kader er nog wat meer uitspringt. Maar ik vind het eigenlijk wel mooi zo. Ik vind hem vrij rustig. Ik hou niet van die super drukke pagina's. En dit is mij eigenlijk druk genoeg. Je kunt nog wat meer gaan doodelen als je dat leuk vindt. Ik doe het niet.
Er is hier wat met wit gedoedeld. Hier zitten nog ruitjes in. Die zou je met een zwarte Posca nog kunnen doedelen. Of misschien wil je dat ook met een witte Posca marker doen. Ik laat het zo. Ik laat de achtergrond zo. Het mag voor mij een beetje rustig zijn. Ik wil dat het plaatje echt naar voren komt. En ik wil dat mijn tekst gewoon naar voren komt. Voor mij is de tekst ook gewoon belangrijk. En het is iets wat ik wil uitdragen. En ja, dat kun je dus ook prima in een art journal doen. Nou, ik hoop dat jullie hier toch nog iets van geleerd hebben. Het is niet moeilijk om te doen. Dus ik heb het kader getekend met het journalblok. Belangrijk is dat je gewoon goed kijkt hoe jouw journalblok omligt. Ik kijk altijd naar het woord dilutions. Dat moet ik kunnen lezen. En of dat nu op zijn kop is, of recht is, of zo is. Ik kan die letters in ieder geval goed lezen. En zo staat het in spiegelbeeld, kan ik de letters niet lezen. Dus ik wil mijn blok altijd op deze manier hebben. En dan kan ik hem prima gaan draaien. Maar dan weet ik zeker dat ik alles aan de juiste kant heb. En dat ik altijd op de juiste manier van de gebogen lijn gebruik maak. En het is echt niet moeilijk om met het journalblok te werken. Je moet het alleen even doorhebben hoe het gemakkelijkst gaat. Nou, dit was het voor vandaag. Ik ga nog foto's maken van dichtbij, dat je het allemaal goed kunt bekijken wat ik heb gedaan. En ik hoop jullie snel weer terug te zien bij je volgende video. Dus dankjewel voor het kijken en graag tot snel.